Hoewel ik succesvol ben in mijn carrière en een fijne familie heb, voel ik me vaak leeg van binnen. Hoe kan ik meer betekenis en voldoening in mijn leven vinden? Wat zij dus eigenlijk zeggen is dat je vier elementen nodig hebt voor een betekenisvol leven. En de eerste is dat je iets doet wat je leuk vindt. De tweede cirkel is dat je iets doet waar je goed in bent. De derde cirkel is dat je iets doet waar de wereld behoefte aan heeft. En de vierde cirkel is dus dat je iets doet waar je geld mee verdient. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle tips en informatie met jou delen. Mijn naam is Chris, hij is een SP en naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En voordat we beginnen, wil ik even vragen hoe het met jou gaat. Hoe het met mij gaat. Ja, dat mag soms ook uh, gevraagd worden, toch? Nou, wat lief van je. En toevallig werd ik vanmorgen echt wakker met een enorme spierknoop in mijn nek. Hmm. Zit hier echt precies hier zo, met je links dus. Uh... Mm -hmm. Dat is wel echt heel irritant, moet ik zeggen. Ja, en notabene, omdat je zo'n uh, zo uh, chic, chic kussen hebt, toch? Ja, ja, ik heb inderdaad een ergonomisch latex kussen. Yeah. Dus uh, dat heeft niet mogen baten. Dus ik ga denk ik straks uh, van alles uit de kast halen. Ik heb um, zo'n UV-lampkussen, zo'n massagekussen die uh, beweegt. Mm -hmm. Dus die ga ik denk ik zo opzetten. Misschien nog op een spijkermatkussen liggen. Warme douche. Ja. Yeah. Misschien dat jij na de podcast uh, me wil helpen om die te ontknopen. Nou, ik ben uh, geen masseur, dus uh, ik vrees dat ik je daar niet bij kan helpen. Nou, <laughs> nee. Ik kan dat het altijd proberen, Ja, je hebt het geprobeerd. Hoe in is het, in geval. het met jou vandaag? Ja, ze gangetje ook. Ik, uh, de zon schijnt, dus uh, zometeen even naar buiten, hierna. Ja, maar lekker. eerst gaan wij, uh, gaan wij een uh, luisteraarsvraag beantwoorden. Ja, helemaal goed. Back to business. Back to business of back to podcast. Um, even kijken. De vraag luidt als volgt. Hoewel ik succesvol ben in mijn carrière en een fijne familie heb, voel ik me vaak leeg van binnen. Hoe kan ik meer betekenis en voldoening in mijn leven vinden? Klinkt als iemand die eigenlijk alles volgens sociale normen voor elkaar heeft. Dus een carrière, familie. Maar toch zich nog leeg voelt van binnen. Ja, zo interpreteer ik hem inderdaad ook. Dat je dan denkt van hé hey, vanaf de buitenkant dan lijkt alles goed te gaan en hè, ook objectief gezien als maatschappij denken we van hè, huisje, boompje, beestje, goede baan, um, prima werk, leuk gezin En als je dan toch denkt van hé, hey, er mist iets, er ontbreekt iets. Ja, ja want inderdaad, uh, er wordt je natuurlijk verteld dan, uh, dat je een, aan een carrière moet bouwen en eenmaal als je die carrière hebt, dan is het allemaal goed, dan is het allemaal top. En dan ja. heb je een top leven, maar helaas werkt het in de praktijk vaak niet zo. Nee, zeker, zeker. Nee, ik herken dat wel. Ik denk dat er ook wel duidelijke sociale normen zijn. Ook, ik denk dat op het moment dat je alleenstaand bent, dat je dan ook zo'n sociale norm of zo'n sociale druk voelt. Alsof dat minder zou zijn of minder betekenisvol zou zijn dan als je wel in een uh, relatie zit. Um, maar zoals je uit dit verhaal opmaakt, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Want hè, wat, wat belangrijk voor je is en wat, belang wat je belangrijk vindt, dat komt echt van binnen. En dat is dus ook niet afhankelijk van materieel succes en. Nou, huisje, boompje, beestje. Precies, precies. Dus het zit dieper. Er, er is iets, er is een mismatch op een dieper niveau, eigenlijk. Ja, zo Bij... klinkt het wel inderdaad. Ja, want, want even, even naar de, naar de basis. Um, ja, een betekenisvol leven, wanneer heb je dat? En het belangrijkste is, denk ik, dat dat voor iedereen verschillend is. Maar het is een, een betekenisvol leven in die zin. Kijk, je hebt natuurlijk de basis, de basisbehoeften. Als mens uh, heb je ook. En dan kan je bedenken in wat reële zin. Kijk, iedereen die heeft onderdak nodig. En in onze huidige maatschappij heb je ook in ieder geval wat geld nodig om rond te komen. En um, als je dus wat dieper gaat kijken, dan zou, zou ik meer denken aan de thema's wat ook voor elk persoon belangrijk is. En dan meer de echte primaire levensbehoeftes, zoals bijvoorbeeld verbinding met anderen voelen. Je kan denken aan een stukje autonomie dat je nodig hebt. Hè? Het gevoel dat je zelf een mening hebt en mag hebben. En dat je die ook, ja, een soort stukje zelfexpressie, Dat je zelf mag uiten als persoon. Je hebt natuurlijk ook een soort van, uh, ja, wat duidelijkheid nodig. Hè? Weten waar je aan toe bent in het leven. Een stukje structuur. Een stukje grenzen misschien zelfs. Hè? Dat uh, niet alles mag en kan. Dus dat je wel eh, niet te veel over ook andermans grenzen heen gaat. Een stukje plezier, een stukje spel. Ja. Dus eigenlijk, er zijn een heleboel dingen die voor veel mensen belangrijk zijn. Um, maar het allerbelangrijkste is denk ik vooral dat, en dat is misschien ook waar deze persoon bij ontbreekt, is dat je um, leeft volgens je eigen intrinsieke normen en waarden. En dat klinkt dan, en dan bedoel ik niet per se mee de cultureel opgelegde normen en waarden: van hé, hey, je moet eerlijk zijn en je, moet, um, uh, je mag niet stelen, dat soort uh, normen en waarden. Maar dat je ook vooral voor jezelf um, intern na kan gaan: hé, hey, wat vind ik nou belangrijk in het leven? Wat zijn nou mijn eigen. Waarde, waar word ik blij van, of waar word ik gelukkig van, of wat geeft mijn leven betekenis? Ja, en ik denk dat dat ook bij ieder, ieder anders is, natuurlijk hè. Ja. Dus je verleden, die, 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 die schetst of die creëert bepaalde interesses of uh, bepaalde, ja, bepaalde richtingen waar jij je, je sprankeltjes, serotonine en en je, 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 je fijne hormoontjes bij krijgt. Ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat een heleboel mensen niet weten waar dat voor hun ligt. Dus daar moet je wel een beetje voor gaan. Ik, Bijvoorbeeld als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de opleiding geneeskunde. Dat is best wel interessant. Uh, best wat mensen die afstuderen, die klaar zijn, vervolgens gaan werken in het ziekenhuis. Die beseffen daarvan, hé, hey, dit is eigenlijk niks voor mij. En dat vond ik altijd wel bijzonder. Dat ik dacht van, hé, bijvoorbeeld als ik vanuit mijn mening moet spreken. Uh, ik vind het super interessant, de geneeskunst. Mm -hmm. hoe, hoe een menselijk lichaam werkt, de systemen daarachter. Hoe morfologie, dus, of, of hoe mensen ziek kunnen worden, wat je daartegen kunt doen. En dan ook voornamelijk wat de invloed is van je brein daarop, et cetera. Maar als je dan in de realiteit komt, als je dan bijvoorbeeld de co is binnen het ziekenhuis, als je daar dan komt, dan bedenk je ineens van: hé, hey, mijn waarden zijn mensen helpen, ja. uh, blijven ontwikkelen. Uh, uh, ook met mensen meeleven, meevoelen en dan een denken van empathie. Hey, ja. empathie en, en, en heel erg, ik ben heel erg oplossingsgericht. Mm -hmm. Maar als je dan in het ziekenhuis werkt, dan heb je dat natuurlijk wel. Maar dan ineens komen er een heleboel andere dingen bij kijken, die misschien niet zo lekker binnen je normen liggen. Dus bijvoorbeeld de, de, de kille, kille hiërarchie binnen het ziekenhuis. Daar was ik altijd heel allergisch voor. Mm -hmm. Misschien dat dat ook een beetje mijn, mijn keuze richting huisartsgeneeskunde heeft geschept. Omdat je dan niet continu uh, een beetje die hiërarchie boven je hebt. Dat ja. je met die hoge pief daar moet gaan overleggen. En dat je dan afgeblaft wordt omdat je een, een, een zogenaamde domme vraag stelt. Dat, ja. dat gebeurt heel vaak bij de kooschappen. Dus, dus heel veel mensen durven op me nu ook geen vraag te stellen. Maar dan ineens besef je van hé, hey, mijn waarden waren dus inderdaad wat ik net noemde. Mm -hmm er is een mismatch binnen het ziekenhuis, want het is een best wel kille, keiharde cultuur. Ja. En dat je dan denkt van, hé, hey, ik heb je eigenlijk voor gekozen, maar het voelt toch wel een beetje gek in het ziekenhuis. Ja, precies. En dan is dat, dat is ook heel mooi wat je noemt. Hè? Dat als je ergens, laten we even het gebied van werk kijken, als daar een mismatch tussen zit, is het dus ook heel interessant om erachter te komen van, hé, hey, waarom match je het wel met me of waarom match je het niet met me? En ik hoor in jouw verhaal dan een beetje terug ook bepaalde waarden die je misschien wel, misschien niet hebt of herkent. Als een soort van een stukje respect, wederzijds respect, of dat er gelijkwaardigheid, dat dat misschien ook een belangrijke waarde voor je is, of uh, verbondenheid, of um, uh, ja, inderdaad een stukje empathie, of, um, of, of misschien samenwerken, hè, dat dat misschien dan waarde voor je kunnen zijn. En als dat dan bepaalde waarden voor je zijn, en je in dus een hiërarchische omgeving waar je onder tijdsdruk mensen moet helpen en volgens bepaalde protocollen moet werken. Dan kom je daarin misschien niet tot je recht. Precies. Met je waarden. Precies, precies. En binnen de huisartsgeneeskunde toen ik daar werkte, toen merkte ik ineens van, hè, dit is wat ik wilde. Ja. Dat je en... gewoon, gewoon laagdrempelig met elkaar kunt samenwerken, je eigen patiënten ziet, jouw ja. keuzes maakt. Ook nog een stukje autonomie, ook een belangrijke waarde? Precies. Dat... Zelfbeschikking. Heel ja. belangrijk inderdaad. Dat je toch zelf voornamelijk invloed hebt en niet dingen zes keer moet overleggen. Met anderen en dan bijvoorbeeld je beleid moet aanpassen terwijl je er eigenlijk niet achter staat. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, ja. En dat is denk ik echt super belangrijk, ook wat je zegt. En ik denk dat wel heel veel mensen dat kunnen herkennen. Dat je gaat met een bepaald, als ik ook naar mezelf kijk, je gaat met een bepaald idee, ga je een bepaalde opleiding doen. Nou, in mijn geval ik was 16 toen ik die keuze maakte. En eh, ik kan je vertellen dat ik in de afgelopen. Nou, 15 jaar wel aardig ben veranderd. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk is het ook je maakt een keuze op basis van een bepaald gevoel dat je ergens bij hebt. Maar eigenlijk heb je helemaal geen idee als je daar uiteindelijk terechtkomt of dat wel echt bij je past en je verandert natuurlijk ook gedurende het leven. Ja. Yeah. En ik denk dat wel veel mensen dat zullen herkennen. En ik denk deels daarom ook dat we zoveel coaches in ons land hebben, omdat bijvoorbeeld zeg je voordat je in het bedrijfsleven gaat werken, of dat je accountant wordt of ik noem gewoon even wat random beroepen. Maar zelfs voordat je daar nu dus in je dagelijks leven veel bezig bent met financiën, of bijvoorbeeld winst maken, of een succesvol bedrijf succesvoller maken. Nou, een deel van je waarde kan daarin zitten. Maar als je daarnaast ook bijvoorbeeld uh, waarde hebt, als bijvoorbeeld uh, mensen helpen, of bijvoorbeeld um, verbinding, of um, gezondheid. Nou, dat zijn bepaalde waarden die wat minder, denk ik dan, ja. Te vinden zijn in de financiële wereld. En die bijvoorbeeld in een wat meer zorggerichte vak. Dat je die daar wat meer in kan vinden. En het zou best wel kunnen dat daarom inderdaad ook heel veel mensen ervoor kiezen om naast, ik zou maar hun beroep dat ze normaal hebben, dat ze daarnaast ook bijvoorbeeld gelijktijdig coach worden. Om zich meer te richten op die waarde van mensen en persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling en ook gezondheid. Ja, dat je het combineert, inderdaad. Want als je erover nadenkt, het is bijna onmogelijk eigenlijk om om dan op een perfecte plek te zijn, tenzij je dus aanpassingen creëert wat jij zegt. Dus dat je dan bijvoorbeeld iets erbij doet wat wel heel belangrijk is voor jouw waarde. Ja, ja, en dat herken ik zelf ook wel. Ik heb in mijn, um, sinds ik afgestudeerd ben, ik heb altijd, um, ik had wel heel duidelijk voor mezelf, kijk, ik kon kiezen van of ik ga vanuit Cambridge in ieder geval, ik ga daar een PhD doen, dat is een proefschrift schrijven, onderzoek doen, en dat je dan in een soort van um, nou, gerenommeerde wereld terechtkomt of blijft. Maar ik had toen eigenlijk al heel duidelijk voor mezelf van ja, maar voor mij is menselijk contact heel erg belangrijk. En ook verbondenheid en empathie. En op het moment dat ik veel achter een computer zit, hè, dan heb je natuurlijk wel de momenten van menselijk contact, maar dat was naar mijn behoefte wel te weinig. Ja. En de behoefte van mijn collega's daarin was ook een stuk lager dan van mij. Omdat je dan bijvoorbeeld in een lab zit met iemand uit China en eentje uit Iran. En nou, die waren gewoon eigenlijk alleen maar bezig met werk, werk, werk. Ja. Ik als zoiets van, nou, ik vind het werk heel leuk en persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen en, nou, het me meeste eruit halen. Maar ik vind eigenlijk contact net zo belangrijk. Dus ik had wel heel duidelijk voor mezelf van, hé, hey, die PhD in Cambridge, dat is eigenlijk niet voor mij. Ik wil het of combineren, mm -hmm. of gewoon me vier focus op mijn uh, uh, werk als neuropsycholoog. En het ging ik dus werken als neuropsycholoog. En dan uh, werkte ik dan, uh, mijn eerste baan was denk ik drie dagen ergens. En dan ging ik iets erbij zoeken van, hé. Hey, dit mis ik allemaal in mijn werk, dus ik ga een andere baan daarna zoeken en dat doe ik dan twee dagen in de week. En dan als, je, als dit zich focust op deze waarde en dat zich focust op die waarde, ja. dan heb je alles bij elkaar, heb je wel een mooi pakketje. Alleen dan na een jaar of anderhalf jaar merkte ik elke keer dat ik me weer dusdanig eigenlijk vervielde, dat ik dat weer ging roeleren. En elke keer weer op zoek was naar iets anders of iets beters of iets wat... Meer compatibel was bij mijn behoefte op dat moment. Ja, dus inderdaad, de behoeftes kunnen veranderen. En daarbij kun je dus ook de keuze maken van: hé, hey, verander ik mee in de dingen die ik doe? Ja. En de zeker. dingen die ik, want, want ja, werk is toch een groot deel van je dag. Zeker. En um, wat misschien ook wel leuk is, is dat in de Japanse oudheid, ik heb een concept gevonden wat hier heel mooi bij aansluit. En ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor, maar dat is het concept van Ikigai. Ikigai? Ikigai. Oké. Okay. Ik denk dat ik het goed zeg. Dan okay. uh, hoor ik het graag van onze luisteraars. Van de Japanse luisteraars, ja. ja. Ja, dus als we Japanse luisteraars hebben, nou ik ben heel benieuwd of ik uh, het goed uitschik. Mm -hmm. Anders kan je een Google Translate met audiofunctie naar me opsturen. Ja. Um, maar die gingen dus ook echt heel erg, dat de letterlijke vertaling daarvan is dus ook een betekenisvol leven. Mm. En wat zij dus in die uh, Japanse oudheid zeggen is, volgens mij, is het ook het voorbeeld van. Nou, iemand die dus ook een, 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 een mooie baan had en een uh, mooi gezin had. en nou, Eigenlijk alles had wat zijn hartje begeerde, maar toch een soort van leegte onderliggend voelde. Die ging dus naar Japan toe. En toen uh, ontmoette hij een of andere tuinman. En die tuinman die was zo gepassioneerd en zo blij over het beroep dat hij had. En die ging dan inderdaad uitleggen van... Ja, wat ik heb gevonden, dat is Igigai. En... Um, Ikigai, dat is een soort van. Een, je zou het kunnen zien als een soort van een schema, een soort van lotusbloem. Waarin bepaalde cirkels elkaar dus deels overlappen. Mm -hmm. En dan in het midden heb je dus dat al die cirkels elkaar overlappen. En wat zij dus eigenlijk zeggen, is dat je vier elementen nodig hebt voor een betekenisvol leven. En de eerste is dat je iets doet wat je leuk vindt. De tweede cirkel is dat je iets doet waar je goed in bent. De derde cirkel. Dat je iets doet waar de wereld behoefte aan heeft. En de vierde cirkel is dus dat je iets doet waar je geld mee verdient. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Het en is als... ons een ideale baan. Ja, ja, ja. En dus als je de interceptie van al die verschillende cirkels hebt, dan heb je ikigai. En op het moment dat je bijvoorbeeld hè, een snijvlak hebt met bijvoorbeeld twee cirkels, nou, dan heb je nog niet de ikigai gevonden, maar bijvoorbeeld als je. Daar moet ik even hard op nadenken hoor. Maar stel je voor dat je iets doet waar je goed in bent en waar je geld mee verdient. Ja, dan heb je misschien je beroep te pakken. Mm -hmm. Of als je iets doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dan heb je misschien je passie. En als je iets doet waar je, wat je leuk vindt en waar je anderen mee helpt, ja, dat is misschien meer je missie, je roeping of zo. Oh. Dus zo kan je eigenlijk: uh, hoe meer cirkels met elkaar overlappen, hoe meer je eigenlijk dat, ja, die ikigai kan vinden. Super tof. Jou zou eigenlijk een ikigai-tool moeten maken, hè? Is jouw baan wel ikigai-proof? Check. Ja, nou dit is misschien wel voor jou een leuke vraag. Van, um, want als je bijvoorbeeld nu kijkt... nu zijn we natuurlijk heel druk uh, altijd bezig met Chris en Aisha. Is dat jouw ikigai? Ikigai? Um... Nou ja, als we een aantal dingen. Uh, kijk, mijn, mijn contributie slash bijdrage was natuurlijk niet zoveel, omdat ik niet zoveel kon, maar ik hoop dat dat wel wat meer wordt. Maar als we dan van de ideale situatie omgaan, um, even kijken. Dus we beginnen dan bij of ik het leuk vind. Vind leuk. Ja, zeker. Ja. Omdat hey, alles met gezondheid en het brein en psychologie vind ik geweldig, um, ben je er goed in? Ben ik er goed in? Ja. ja. <laughs> Gelukkig dat... heb ik ervaring en heb ik de enthousiasme en uh, ambities, en uh, ben ik altijd nieuwsgierig, dus dat is wel handig. Vernieuwen we er geld mee? Nou ja, nog, nog niet om ervan rond te komen. Dus dat is nog niet fully Ikigai-proof. Ja. Maar dat zou natuurlijk op een dag ook wel kunnen. Het heeft wel potentie in die zin. Ja, precies. Ik denk inderdaad wel dat het potentie heeft. En even de laatste moet je me even mee helpen: Of de wereld er behoefte aan heeft. Of de wereld er behoefte aan heeft. Ja, ook. Ja. Want ik denk wel dat als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de GGZ, uh, hoe overbelast de, de, de GGZ is, maar ook het hele zorgsysteem, is er denk ik ook meer behoefte aan openbare informatie zoals wij die delen. En dat je dus echt als het ware inderdaad bij ons, als het ware in de spreekkamer zit, en niet, uh, niet eerst naar de huisarts moet en daarna 6 daarna tot 12 maanden moet wachten, en daarna ja. therapie krijgt, en dat weer weken tot maanden duurt, en dat je dan pas je bericht hebt. Dat is denk ik wel waar de wereld behoefte aan heeft en nodig gaat hebben. Nu we ook merken dat de mentale gezondheid eigenlijk niet beter, maar een beetje telkens toch wel een beetje bergafwaarts gaat. Althans, dat gevoel dat krijg ik. Ja. Omdat er natuurlijk steeds minder hulp is en daardoor mensen steeds meer eigenlijk zelf, uh, ja, zeg maar zelf, zelf eruit moeten komen. Dus ik denk wel dat inderdaad dat Chris en Isha wel ikigai proof is. Ja. En dat reflecteert ook wel aan de cijfers inderdaad wat we zien. Hè? Dus dat we, dat we veel bereik hebben via de verschillende platformen. Dus via Instagram en TikTok en Facebook. Ook veel interactie. En dat daar wel echt echt een stage groei in zit. Ja. Met uh, veel positieve reacties ook. Dat dus vinden we ook altijd heel leuk om te horen. Uh, maar dat mensen echt denken van, hey, dit is precies wat ik, um, wat ik herken, of wat ik zoek of wat ik. Uh, ja. Dank je. Ja, gewoon dank je voor de informatie. Een beetje ja, van, we, we maken het een beetje hip. Dus van het taboe dat het bijvoorbeeld, uh, dat de taboe dat het uh, gek is om depressief te zijn, daar, dat, dat halen we een beetje weg, denk ik, hoop ik, althans. Ja, in ieder geval bespreekbaar maken, dat is denk ik wel een heel belangrijk onderdeel. En ook vooral heel veel kennis en in informatie. Dus zowel dat we dus niet dingen groter en zwaarder gaan maken en heel veel, uh, nou, dat eigenlijk. Ja. Dat je iets heel groot en zwaar gaat maken of dat je bij wijze van spreken allemaal gelijk een sticker of een plakker krijgt op het moment dat je normale gevoelens of emoties ervaart. Uh, maar tegelijkertijd ook wel de informatie geven van: hé, hey, als je dit herkent, um, dan is dat misschien wel een reden om na te denken van: hé, hey, wat, wat, wat probeert mijn lijf of mijn hoofd mij te vertellen? En moet ik hier iets mee en wil ik hier iets mee? Ja, ja ik vind het ook wel mooi dat er nu een soort van nieuw tijdperk aankomt dat professionals, zorgprofessionals zoals wij bijvoorbeeld, zelf een beetje de regie in handen nemen om. Hulp aan te bieden aan de mensen. Bijvoorbeeld dat je bij ons, dat vind ik dan heel tof. Ja, het is een beetje gek om dat van onszelf te zeggen, natuurlijk. Maar ik vind het ja. heel tof dat je, als je thuis zit met psychische klachten. je gewoon gratis gelijk met een expert kunt praten. Ja. Terwijl als je dat via de reguliere circuit doet, kom je eerst bij de huisarts. dan bij de praktijkondersteunende GGZ, die ook geen psycholoog is. En dan misschien over een paar maanden, misschien met overleg, et cetera, et cetera. Soms kan dat een jaar duren. kom je pas bij een psycholoog. En dan is het ook een beetje de vraag of het klikt, of de juiste matches, et cetera. Dus. Dat vind ik heel tof en ik kijk natuurlijk. Dat je ja. bij ons eigenlijk gelijk, zelfs over een paar dagen al, contact met jou kunt hebben. En dat een gratis oriëntatiegesprek kunt aanvragen. Dus dat vind ik heel tof. En mocht je denken van, hé, hey, dat wil ik ook, dan kan dat via onze website. christeneisje.nl slash bellen. Ik zal een linkje hieronder plaatsen. Maar dat is denk ik ook waar we echt naartoe willen. Dat mensen gewoon op, laag, uh, op laagdrempelig de beste hulp kunnen krijgen die ze eigenlijk verdienen en nodig hebben. Ja, ja. Oké, okay, terugkomend op um, wat inderdaad, we hebben het dus over ikigai, maar hoe, wat zijn nou eigenlijk manieren om te ontdekken wat ons echt voldoening geeft? Die ikigai-vragen zijn goede ja. manieren, maar zijn er ook andere manieren? Ja, waar ik dan vooral aan moet, uh, over moet nadenken, is omdat het natuurlijk ook heel persoonlijk is, is um, vaak wat ik tenminste bij mezelf herken, ik weet niet of jij dat ook hebt, is dat als je naar de verschillende levensgebieden van je leven kijkt, dat er bepaalde levensgebieden uitspringen waar je heel veel tijd, energie en aandacht aan geeft. En tegelijkertijd ook andere levensgebieden waar je misschien veel minder tijd, energie en aandacht aan geeft. Dus uh, nou, wij zijn rond de 30, dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan dat uh, werk bijvoorbeeld heel hoog staat. Dat je daar heel veel mee bezig bent, bijvoorbeeld met werk en met uh, gezondheid of met um, co uh, sociale contacten of een uh, relatie, dat soort zaken. Maar dat er tegelijkertijd allerlei andere levensgebieden misschien onderbelicht zijn, omdat je natuurlijk ook je keuzes en je prioriteiten moet maken. Dus in die zin is het ook heel erg goed om voor jezelf eigenlijk uit te tekenen, misschien wel zelfs letterlijk, van hé, hey, welke levensgebieden in mijn leven heb ik er allemaal of ervaar ik allemaal? En om dan ook voor elk levensgebied eigenlijk even na te gaan van hé, hey, hoeveel tijd, energie en aandacht besteed ik hier aan? Het kan met een cijfer van 1 tot 10 bijvoorbeeld. En vervolgens ook per levensgebied eigenlijk na te gaan van hoeveel tijd, energie en aandacht besteed ik hier daadwerkelijk aan? dus je kan dan denken aan levensgebieden als ja ik had er net een paar genoemd hoor maar sociale contacten, uh, relatie, ouderschap, um, werk, persoonlijke ontwikkeling, de gemeenschap, gezondheid, uh, persoonlijke groei, familie um, en dan bedoel ik dus niet je gezin bijvoorbeeld maar echt familie van herkomst. Dus stel je voor dat je dat bijvoorbeeld als uitgangspunt neemt, dan heb je dus per levensgebied kan je dus gewoon echt heel erg concreet maken van hey zitten daar duidelijke discrepanties tussen? Ja. Dus wat ik voor het vaak wel merk, ook bij uh, cliënten bijvoorbeeld, die dan uh, aangeven van hé, hey, ik besteed eigenlijk heel veel tijd, energie en uh, aandacht aan bijvoorbeeld werk. En tegelijkertijd sociale contacten, dat is dan iets wat op het moment dat het leven wat drukker is, wat dan als eerste wegvalt. Ja. En misschien op het moment dat je vrijgezel bent, dat dan die intieme relatie, dat is dan niet per se iets wat je in één dag kan of wil veranderen. Uh, maar op het moment dat je dan alleen staat en je hebt wel een behoefte bijvoorbeeld voor een relatie, dat dat dan een beetje ondergeschoven kindje wordt. Omdat hè, het werk roept en dat blijft maar doorgaan. Of misschien dat je gezondheid wat minder is en dat je dan alleen maar daarop aan het focussen bent. En dat je daarin dus toch um, ja, als je een soort van breed perspectief op je leven pakt. Dat je denkt: van, hé, hey, maar daar zitten echt wel ontwikkelingspunten in. Van eh, ja, ik vind het zelf dus belangrijk. Maar tegelijkertijd doe ik het niet. Ja, en dat zul je dan ook wel zien. Uh... Ik ken ook iemand die bijvoorbeeld advocaat is en die werkt zo hard. Die single. Hoeveel zou die, hoe oud zou hij nou zijn? 34, 35? Maar hij heeft dan wel bijvoorbeeld behoefte aan een gezin, kinderen op een duur naar de volgende fase, om het even zo te noemen, in het leven te gaan. Maar ja, als jij vijf dagen per week werkt, op vrijdagavond de vrijmibo hebt, straalbezopen, daar met je collega's op de Zuidas aan het, eh, zeg maar aan het borrelen bent. Zaterdag ben je op, doe je niks. Zondag moet je bijkomen en maandag begint de riedel weer. Ja. Wanneer heb je dan tijd voor die basisbehoefte, Namelijk gewoon dat je toch ergens iets, iets, iets diepgaans wil opbouwen met iemand. Ja, die is er niet. Ja. En dan heb je misschien een beetje pech dat je collega's niet... Uh, de, 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 beschikbaar zijn. Nee, precies, <laughs> niet beschikbaar zijn of de juiste zijn. Maar dan is het wel een beetje de vraag van... Hey, wat vind ik nou, als dat ook een basisbehoefte is die ik belangrijk vind... Moet ik dan niet in dat werk wat gaan schuiven? Moet ik niet vier dagen werken, zodat ik wat meer ademruimte heb om daar ook ja. aan te werken? Zodat je wat vaak kunt afspreken, daten of weet ik het wat. Ja, precies. Of moet ik stoppen met die mibo's? Dat kan ook natuurlijk. Ja, dus dat zijn ook wel hele belangrijke dingen. Zeker dat ook gezondheid heel erg hoog bij je in het vaandel zit. Dan is dat misschien ook een keuze die niet helemaal overeenkomt met je waarde. En het is inderdaad heel goed om daarin dus juist te gaan inzoomen van hey, wat is belangrijk? En ook in het voorbeeld wat je dan noemt. Um, ja, kijk, soms kan je ook in een soort van een, een, een sleur komen. Kijk, je hebt er ooit een keuze gemaakt. Misschien vijf jaar geleden om advocaat te worden of tien jaar geleden. En dan heb je die opleiding eraf zitten en je hebt al zoveel werk erin zitten. Dat je daarna eigenlijk mogelijk niet telkens evalueert van. hey, past dit nog bij me? En vind ik nog, dit nog wel leuk en belangrijk? Want het kan soms ook natuurlijk zijn dat stel je voor dat je inderdaad weinig sociale contacten hebt buiten het werk. Omdat je misschien ook alleenstaand bent. Dat het, het, het leven wat um, ja. Leger of eenzamer voelt. En dat om dan niet bij die leegte of die eenzaamheid te komen, dat je er juist voor kiest om extra te gaan werken. Hm. En dus in die zin, het werkt dus als een soort van afleidingsmanoeuvre inzet, om maar niet bij die diepere gevoelens te komen, omdat je eigenlijk misschien onderliggend uh, niet tevreden bent met je leven. Maar dat um, wat jij nodig dan hebt, is ja, nou ja, ten eerste dat je dus bijvoorbeeld nou, wat meer toelaat of erkent van hé, hey, onderliggend mis er iets, ik mis onderliggend leegte en, nou. Ik voel misschien verdriet of ontevredenheid. En dat je dus juist dus in dat werk mogelijk gaat schuiven. Om te gaan kijken: hé, hey, uh, dat je ook bewust andere keuzes gaat maken om je leven anders in te richten. Ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Er uh, blijft me toch een verhaal bij van in de huisartsenpraktijk Dat ik een uh, high achiever op het speekuur had. En die man die had een burn-out, die werd heel moe. Uh, die, die had een hoge functie binnen het bedrijfsleven. Ik weet niet precies wat de details ervan waren. Maar op dat moment, hij functioneerde dus 30 jaar prima. En op het moment dat hij een burn-out had, werd hij ontzettend depressief. En tuurlijk, depressie en, en burn-out hebben natuurlijk wel veel overlap. Maar je merkte bij hem gewoon een beetje van als hij zichzelf niet meer kon afleiden, als hij niet meer kon werken, dan voelde alles eigenlijk hopeloos. Ja. Dus, dat, dus, dus ik vraag me dan ook af, ik, ik ken de details niet voldoende om daar nou nu een, een zwart-witte uitspraak over te maken. Maar ik kan me voorstellen dat als jij tientallen jaren je, je die diepe emoties eigenlijk maskeert door keihard te werken, jezelf ja. blijven afleiden, dat je dan op een duur als dat wegvalt of als je ontslagen wordt, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Ja, ja daar word je niet vrolijker van, kan ik me voorstellen. Nee, absoluut niet. En wat je zegt, dat herken ik ook wel heel erg hoor. Dus um, bijvoorbeeld, ik heb ook wel. Genoeg mensen gesproken, dat zeker ook um, wat je dan moet voorstellen. C voor je hebt een wat instabielere jeugd gehad. Of een jeugd bijvoorbeeld met minder liefde en affectie en aandacht. dan dat je eigenlijk nodig uh, zou hebben. En C voor dat het binnen dat gezin. dat er heel erg gefocust wordt op hoge prestaties. Mm -hmm. he, dus een heel prestatiegericht gezin. C voor je ouders zijn allebei ondernemer en heel succesvol. Dan kan het misschien alleen maar he, op dat succes gericht zijn. En dan krijg je eigenlijk van jongs af aan al mee zo van. Hey, als ik maar meega in dat succesverhaal, als ik maar meega in dat ambitieverhaal, dan krijg ik wel mijn, mijn aandacht. Terwijl op het moment dat je gewoon, nou ja, weet ik veel, naast iemand in de keuken staat, dan zien ze je, je misschien niet staan. Maar op het moment dat jij misschien met een rapport terugkomt van een, met een, uh, ik weet niet of op de basisschool de cijfers worden gegeven, maar met een acht of op met een negen, nou dan krijg je wel vol lof en aandacht. Ja. Dus wat je dan dus ook uh, kan gaan zien is dat iemand hele hoge normen voor zichzelf ontwikkelt. Uh, maar ook een heel hele veel eisende kant aan zichzelf ontwikkelt. En op het moment dat, dat, dat kan dan heel lang goed gaan, omdat je jezelf kan afleiden en het werk geeft veel bevestiging. Dus dat komt dan ook overeen met het idee van: hé, hey, ik doe ertoe, zolang ik maar succesvol ben. Mm -hmm. En op het moment dat het werk dan wegvalt, of dat je inderdaad in een burn-out komt, dan kan eigenlijk, um, naast dat dat sowieso een hele ingrijpende gebeurtenis is, kan dat ook wel weer je. je ja, je, je mening over jezelf veranderen en heel veel oude pijn terughalen. Want die veel eisende kant van je, die kan dan eigenlijk zulke hoge normen hebben van wat je allemaal moet presteren. Dus dan op het moment dat je dat niet haalt, ja, dan doe je er niet toe. Of, of wie ben je dan? Of dan ben je niet belangrijk genoeg. En dan kan juist ook een beetje oude patronen of oude trauma's eigenlijk naar boven komen van hè, dat je er niet toe doet of dat je niet belangrijk bent of dat je niet goed genoeg je best doet. Ja. Uh, vanuit wat je dus eigenlijk vanuit je opvoeding direct bewust of onbewust hebt meegekregen. Precies, en, en dat vond ik ook wel een interessante. Dat, dat een van de theorieën is dat gelukkig zijn eigenlijk afhankelijk is van of je verwachtingen waar worden gemaakt of niet. En als jouw verwachtingen zo hoog zijn dat, je, dat het onmogelijk is om bijvoorbeeld dat te creëren. Ik noem maar wat voor dat je verwachting is dat de wereld een hele lief, lieve. En goeddadige plek is om op te leven. Stel dat dat echt jouw hele visie is. En je verwachting is: ja. iedereen moet lief zijn. Iedereen moet goed zijn. En je kijkt dan naar het nieuws. Ja, dan wordt je verwachting niet voldaan. Dan word je ongelukkig van. Mm -hmm. Of als je verwachting is om bijvoorbeeld heel veel geld te verdienen. En dat lukt allemaal niet. En je wordt. Uh, ja, ik noem maar wat. Je wordt uh, bijvoorbeeld kok. En je, je ouders die hebben altijd een ton per persoon binnengehaald. En jij doet de helft. Ik noem maar wat. Ja, dan word je ook ongelukkig op een duur. Omdat je toch wel een verwachting hebt. Ja, en, ja. en daarom denk ik ook altijd dat het gewoon goed is om je verwachtingen wel binnen uh, reële verwachtingen te plaatsen. Dus, dus stel dat jij bijvoorbeeld uh, heel veel geld wil verdienen. Ja, begin dan eerst met bijvoorbeeld structuur in je leven aanbrengen. Begin met een normale baan van 9 tot 5. Kijk hoe dat gaat. Ik noem maar wat. Maar, maar kleine doelen en niet van hé, hey, ik moet nu de grootste worden op dat gebied. En ja, dat, dat, dat wordt lastig. Ja, en hier, hier breng je eh, dus een heel. Ja. Hier breng je dus de aandacht naar een heel belangrijk onderdeel, denk ik, van het stukje betekenisvol zijn. En dat is namelijk ook het verschil tussen hey, wat zijn je waarden, wat is echt belangrijk voor je en wat zijn je doelen. Mm -hmm. En waar zijn je doelen op gebaseerd en waar zijn je waarden nou op gebaseerd? Dus stel je voor inderdaad dat een waarde van jou is: van: hé, hey, ik wil financiële zekerheid. Nee, dat kan zijn dat je vanuit je gezin of vanuit je kern gezien. dat er veel financiële instabiliteit was en dat je daarvan de impact hebt meegekregen dat je vanuit daar ontwikkelt van... hé, hey, ik vind van die financiële stabiliteit belangrijk. Nou, een doel kan dan bijvoorbeeld zijn... ik zoek een vast contract. Ja. En daar kan je weer in stapjes naartoe werken... van hé, hey, ik ga eerst solliciteren. Ik ga bijvoorbeeld een, uh, een diploma behalen... in een, in een relatief oké branche. En dat je zo je doelen toewerkt. Maar op het moment dat je dus alleen maar met je doel bezig bent... namelijk van hé, hey, uh, het vaste contract... of inderdaad wat jij zei van hé, hey, die bepaalde eindpositie... Dan kan de weg daar naartoe als heel zwaar worden ervaren en dan kan je ook eigenlijk niet genieten van het proces. Terwijl als je leeft volgens je waarden, en dat kan dan zijn financiële stabiliteit, um, verbinding met anderen, empathie, persoonlijke ontwikkeling, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doel is. Zolang je maar leeft volgens je eigen interne waarden, dan is elke keuze een goede keuze voor jou. Interessant. Ondanks dat het misschien ook, en dat kan je natuurlijk ook beschermen in periodes dat het wat moeilijker wordt. Dan stel je voor dat jij het heel belangrijk vindt, laten we zeggen, je vindt eerlijkheid en empathie heel belangrijk. En stel je voor, dat zijn je kernwaarden en daar ben je ook bewust van. Stel je voor, je zit in een relatie waarin je partner um, nou, wat meer met zichzelf bezig is en vaak liegt, of niet eerlijk is, of hè, dingen vergeet te vertellen. He? Zou je, <laughs> je voor dat zijn heel erg jouw waarden, omdat dat gewoon heel erg belangrijk voor jou is. En je zit in een relatie met iemand die totaal niet leeft volgens die waarden. Nou, dan, is het, um, dan kan het ook zijn dat je inderdaad de keuze maakt van: hé, hey, deze persoon past niet bij mij om deze en deze reden. En dat ook al gaat die, beëindig je die relatie of die relatie gaat misschien uit, dan, ondanks dat dat dan een moeilijke tijd is, dan is dat alsnog waarschijnlijk voor jou de beste keuze, omdat je leeft volgens je waarden. Dus ook al heb je dan liefdesverdriet en voel je dan een tijdje ellendig, dan heb je alsnog je keuzes gemaakt op basis van wat intern voor jou belangrijk is. Ja. En voordat er allemaal relaties stuk gaan, het, uh, allerbeste op, de allerbeste optie is natuurlijk om gewoon te communiceren wat jij heel belangrijk vindt, ja. zodat de partner ook, ook een kans krijgt om, uh, om zijn best te doen of haar best te doen. Ja, zeker. Die was maar niet in het kader snap... van een relatieadvies, gewoon puur om uh, een voorbeeld te geven ja, op het gebied van waarde. Ik vond het een heel mooi voorbeeld hoor. En ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat de eerste relaties in je leven vaak hierop spaak lopen, omdat je niet goed leert communiceren en dan beseft van hé, hey, drie er klopt iets niet, maar vaak is dat dus een mismatch qua waarde. Uh, wat je, ja, wat of je communicatie, dus... hè? Dus... Ja, precies, dat ook. Dat... Dus in die zin ook, kijk eens voor wat zei ik? Ik had het over empathie en eerlijkheid, geloof ik. Ja. Dus ja, empathie is natuurlijk ook dat je je verplaatst in de ander. En wat nou maakt, inderdaad, dat die ander misschien wat geslotener is of um, wat minder met jou bezig is. Dus empathie kan ook begrijpen waarom iemand anders niet empathisch zijn is. Ja. En dan kan je alsnog eh, dat, volgens je eigen waarden leven, zonder dat dat direct overeenkomt met de anderen. Interessant. Dat is meer een uh, semantische discussie misschien. Nou goed, misschien moet er binnenkort een, een relatiepodcast komen. Ik hoor het al. Uh, even terugkomend op de vraag. Hè? Dus uh, de vraag was: hoewel ik succesvol ben met mijn carrière en, fa en familie, voel ik me vaak leeg van binnen. Hoe kan ik meer betekenis en voldoening in mijn leven vinden? Misschien. Is de vraag misschien beter gesteld, denk ik, in dit geval met wat zijn praktische stappen om meer betekenis in je leven te brengen? Ja, het begint echt bij bewustwording. Dus ja. um, wat, wat deze luisteraar heel erg duidelijk in ieder geval ervaart, is dat er iets mist. En uh, dat kan dan zijn dat bijvoorbeeld hè, bepaalde, dat je bepaalde, hè, dus, dus het werk zit goed, het gezin zit goed, um, dat bepaalde dingen bijvoorbeeld wel goed gaan. Maar het kan tegelijk zijn, lijkt het dat iets mist. Dus het zou ook goed zijn om het in ieder geval wat breder te trekken. Hè? Dus niet te focussen op alle dingen die je wel hebt, maar wat zijn de dingen die je niet hebt of niet ervaart? En um, waar ik nu bijvoorbeeld aan moet denken. Wat nu in me opkomt. Want stel je voor dat je um, een moeder bent met vier kinderen. En je hebt ontzettend, uh, nou daar ben je ontzettend druk mee. Neem ik aan, tenminste. Ja. En, ik hoop uh, het. Ja, en dan en dan en dan kan het voor als moeder voor het heel fijn zijn om gewoon heel veel met je kinderen bezig te zijn. En uh, iedereen naar sport te brengen en te verbinden. En het ouderschap. En hoe je je kinderen wilt opvoeden. En dat dat heel veel voldoening geeft op dat gebied. Maar stel je voor dat omdat je zo'n druk gezin hebt, dat heel veel andere gebieden verwaarlozen. Dus bijvoorbeeld een stukje zelfzorg, of misschien was je vroeger wel een creatief of avontuurlijk persoon. Of was je iemand met heel veel sociale contacten. Nou, het kan dus zijn dat je zo opgeslokt raakt door het gezinsleven en de verantwoordelijkheden die je daarin hebt, dat je puur daar je prioriteit hebt gelegd en het stukje creativiteit en avontuurlijkheid en verbinding, dat je dat volledig eigenlijk aan de kant hebt geschoven: van oh, dat is geen prioriteit, dus dat stuk van mezelf laat ik wel los. En dat dat dan ook kan maken van hey, dat je zo met je nieuwe leven bezig bent, maar dat je daarin dus duidelijk iets mist. Ah, ja. Dus stel je voor dat hè, de luisteraar bijvoorbeeld ook dat soort dingen van zichzelf herkent, van bepaalde persoonskenmerken of bepaalde waarden die je mist, dan kan je daar natuurlijk wel weer creatieve stappen in gaan zetten. Dus als ja. verbinding en sociaal contact voor jou belangrijk is, hè, ga, ga in ieder geval één keer in de week met iemand bellen um, buiten je gezin om bijvoorbeeld. Of ja. als creativiteit belangrijk voor je is, ja, neem een schildercursus. Of als um, avontuur belangrijk is. Nou, Overwegen om misschien een, een, een nieuwe sport te gaan doen of te gaan mountainbiken of kitesurfen of ik, uh, ik noem maar wat. Yeah. Ja, en hoe, hoe, voor, de, voor de luisteraar thuis, hoe, hoe, hoe weten zij of iets belangrijk is voor hun? Als je dat heel praktisch moet zien, hebben ze daar bijvoorbeeld jouw hulp bij voor nodig? Of kunnen ze dat ook zelf ontdekken? Nou, in het Leefgelukkig traject dat wij natuurlijk samen hebben ontwikkeld, um, die hebben we nou, ontwikkeld als een, een twee maanden traject om voor mensen eigenlijk met somberheidsklachten, maar ook de mensen die gelukkiger willen leven. En daarin heb ik het dus ook echt helemaal in elkaar verweven. Dat je van de ene kant dus aanpakt van, hé, hey, stel je voor, je bent somber of je voelt je leeg of je bent minder gemotiveerd. Um, dat je dus ten eerste de somberheid aanpakt. Dus eigenlijk dat meer met technieken die we ook kennen bij het behandelen van een depressie. Maar tegelijkertijd ook dat je inderdaad breder gaat kijken van, hey, wat is nou belangrijk voor iemand en wat maakt jouw leven het leven waard? En dan ga je veel meer kijken naar hoe ga je je leven inrichten. Ja. En ik denk dat dat iets te breed is. En we hebben natuurlijk vandaag wel onderwerpen, maar om daar gelijk, uh, ja, we hebben natuurlijk wat tips en tricks net al gegeven. Maar om dat echt helemaal aan te pakken, ja, dat, gaat ook, dat is ook een, een fase. Dat is eigenlijk een transformatie die je dus doormaakt. En waarbij begeleiding of ondersteuning dus wel heel handig kan zijn. Dus, ja. ik, um, dus ik denk ook voor de mensen, zeker als je herkent van hé, hey, ik voel me ongelukkig. Of uh, misschien zelfs wat leegte of wat somberheid. Hè? Dan zou ik vooral iemand aanbevelen om naar onze website te gaan. Dus www.christenage.nl slash depressiecheck. En dan uh, kan je daar in ieder geval in, uh, de vragen invullen. En dan kunnen wij daar gewoon ook op terugkijken. En als, als we daarop terugkomen, dan uh, ook aan te geven van hé, hey, ik voel me, ja, ik weet niet zo goed wat ik wil in het leven. Dan kan dat ook heel mooi passend zijn. Ja, precies. Nee, inderdaad, uh, ja, het leven geluk getrekt. Inderdaad, het klinkt bijna alsof het een depressie. Traject is, maar dat is het eigenlijk niet. Het, is, het, het, het werkt goed tegen depressie. Dus het behandelt ook depressies. Maar het kan dus ook gewoon zijn als jij denkt van hé, hey, ik voel me prima, maar ik voel te weinig betekenis. Maar ik wil meer gelukkig zijn in mijn leven. Wat zijn mijn waarden? Hoe vul ik die in? Daar helpt het ook ontzettend goed bij. Dus mocht je denken thuis van, hey, dit vind ik interessant, vul de depressie-check in. Of stuur ons een berichtje. En dan denken we graag met je mee of je daar ook in aanmerking voor kunt komen. Ik denk dat we een heleboel uh, mooie dingen hebben besproken. Uh, en ook de Ikigai die heeft. Uh, dat, dat zou de tip van de week zijn. Vul de ikigai voor jezelf uh, in. Ja. ja, zeker. Ik denk dat dat een hele mooie is. En dan uh, doe, dat, doe dat. Doe die ikigai. En kijk of dat in jouw leven of jouw baan bijvoorbeeld wel de juiste is voor je. Of je partner de juiste is. Of whatsoever. Het kan eigenlijk op alles worden toegevoegd, toch? Toegepast worden. Ja. Ja, ik, ik denk dat de relatie ik vraag me dan af of uh, het helemaal uh, passend is als van uh, wat heeft de wereld nodig? Ja, oh, De wereld, <laughs> nee, ja, de wereld heeft ons als een match nodig. Ja, het zou wel kunnen voor um, uh, wat voor bekende sterren hebben we die een relatie met elkaar hebben. Nou ja, kijk, als jij met een dictator uh, trouwt, dan, uh, dan werkt hij wel. Laten we het zo zeggen. Ja. Dan is ja. het misschien geen goed idee, tenzij je dat ook uh, goed vindt. Maar, maar goed, de IKIGA is denk ik voornamelijk goed toepasbaar op bijvoorbeeld je werk. Ja. Vanuit precies jouw waar, eigen... je, ja, waar je de meeste tijd en in energie in steekt gedurende de dag, denk ik. Ja. Oh, okay. Maar het is altijd wel goed om ook in je achterhoofd te houden. Ook voor, vooral voor een relatiefilm vooral in hoor. Kijk hoe ver je komt. En dan kan je ons misschien ook wel leuke tips geven of hoe je dat wel kan uh, verwerken in de Ikigai. Ja, en wie weet komen wij in de toekomst met een Ikigai check. Ja, of een Ikigai 2.0. Ja, precies. Die wel aangepast is, ook om je relatie in te voegen. Oké, okay. nou IJs, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid weer. Jij ook bedankt. Ja. En uh, mocht je dit een leuke podcast vinden of een interessante aflevering vinden, vergeet dan vooral niet deze podcast te beoordelen met sterretjes. Vergeet ook niet te abonneren. We zien nog, uh, nog steeds dat best wel wat mensen nog niet geabonneerd zijn. En je zou ons daar enorm mee helpen. Op deze manier kunnen we de wereld mentaal uh, sterker maken. Of ja, de wereld voornamelijk in Nederland, omdat we het in Nederlands doen. Dus uh, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan hopen we je de volgende week weer te zien en te spreken. Helemaal goed. Tot dan. Tot dan.